ga eerst bidden. Dank u, Jezus, voor wie u bent, Heer. Dank u wel voor uw geweldige grootheid, Heer. Uw onzagwekkende grootheid. Dank u wel dat we zo dicht bij u mogen leven, Heer. En dat u een relatie met ons wil. Heer, op dit moment wil ik ook alle voorbereidingen die ik heb gedaan in uw handen leggen, Heer. Heer, doet u het maar. Leid ons maar, leid mij maar. En Heer, ik wil zo echt openstaan voor alles wat u te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen. Het is voor mij best een beetje spannend om hier te staan. Maarten zegt altijd, je moet niet zo achter die preekstoel blijven staan. Dus ik ga kijken wat ik daarin ga doen. Bobby, je mag de eerste foto laten zien. Schattig, hè? Een baby. Het is Robijn. Maar dat heeft er niet veel verder mee te maken. Hij is wel schattig. Als wij geboren worden, dan hoop je dat je geboren wordt in een liefdevol gezin. En als je geboren bent en de wereld nog voor jou, nog voor jou ligt, zeg maar, dan ben je eigenlijk zo ontzettend puur. En helemaal zoals God het bedoeld heeft. En sinds 1 juli ben ik werkzaam bij Stichting Timon. En daar werk ik met jonge moeders en jongvolwassenen. En als je dat allemaal zo aanhoort, die verhalen die deze mensen hebben, dan weet je dat het niet altijd zo mooi is als die mooie babytijd. Waar alles nog rustig is en waar je nog verzorgd wordt, waar je nog geen pijn hebt opgelopen. En ook in mijn rol natuurlijk als oudste van het pastoraat is mijn passie wel echt gaan liggen bij mensen die gewond zijn geraakt. En die dingen hebben meegemaakt die niet oké zijn. Mendel heeft het de vorige keer gehad over zijn verhaal, hè, dat hij gepest werd en dat hij daardoor best beschadigd is geraakt. En dat veel met hem heeft gedaan. En gelukkig waren er mensen in zijn leven die dat verhaal hebben omgedraaid. En ik wil het dus vandaag met jullie hebben over misschien niet zulke heftige trauma's als deze tienermeiden hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk voor jullie allemaal persoonlijk. Misschien heb je wel dit soort trauma's meegemaakt. Maar misschien zijn het ook wel gewoon kleinere dingen. Maar waarbij je wel je afgewezen voelde, niet gehoord voelde. En zoals deze tienermoeders, toen ik daarover aan het opschrijven was, toen dacht ik, Maria was eigenlijk ook zo'n moeder. Maria was ook jong, niet getrouwd, zwanger. Wat gaat er dan allemaal door je heen? Hoe kijken de mensen naar je? Het was echt een groot schandaal in die tijd, als je zwanger was zonder dat je getrouwd was. En nu had Maria natuurlijk één groot voordeel. Er staat, zij was een genadigde vrouw. Zij was met God, zij leefde met God. En dat is natuurlijk echt heel anders in haar leven. En ik denk ook echt dat God haar heel, heel dicht bij het hart stond. En echt haar daar doorheen getrokken heeft. Maar ze zal het niet altijd makkelijk hebben gehad. En toen zat ik zo te denken van, maar waarom kwam Jezus nou eigenlijk als baby naar deze aarde? Want ja, ze hadden toch ook hem gewoon als 30-jarige op deze aarde kunnen zetten en kunnen denken van, nou, dan begint het leven. Maar ik denk juist dat doordat hij als baby naar deze aarde is gekomen, als kind is opgegroeid. En daar zal, hij leefde ook in een normaal gezin. Daar zullen heus wel eens ruzietjes zijn geweest. Daar zal
Maria misschien heus wel eens een keer boos op hem is zijn geworden en gezegd hebben van, hey, hallo, dat moet je niet zo doen. Hij heeft dat leven meegemaakt. En later in zijn leven zien we natuurlijk ook wel dat hij ook echt wel afwijzing heeft meegemaakt. Maar ook rouw, dat zijn vrienden overleden waren. Johannes de Doper. Dat mensen om hem heen overleden waren. En daar heeft hij ook echt diep om gerouwd. Dus ook dat gevoel kent hij. En zelf zijn er natuurlijk, we hebben allemaal dingen die we meemaken. Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed, in groep 8, feit alleen al dat ik het nog weet, wil wel zeggen dat het me geraakt heeft. Ik weet nog goed, we stonden buiten in de rij om naar binnen te gaan. En op een gegeven ogenblik hadden we het met een paar meiden over haren die gaan groeien. Hè? Overal op allerlei plekken. En ik heb natuurlijk best heel donker haar en ik had echt wel veel haren op mijn armen. En ik weet nog dat de juf zich op een gegeven moment in dat gesprek mengde. En zij had ook donker haar. En zij zei toen, Leonieke, wij zijn toch gewoon twee gezellige aapjes. Ouch. En zal zij het helemaal niet zo bedoeld hebben. Hè? Zij dacht waarschijnlijk, ik identificeer mij met jou. En dan is dat iets waar wij samen in staan. We zijn samen, hebben we veel haar op onze armen, geeft helemaal niks. Maar bij mij deed dat wel wat. Bij mij kwam het binnen als, je bent anders, je bent raar. En ik ben daar overheen gekomen. Maar het heeft wel wat onzekerheid in mij gebracht. En ik moet zeggen, de eerste ruzie die ik had met Maarten was volgens mij omdat ik dit verhaal een beetje zo zat te vertellen. Ik weet niet meer eens precies, maar het ging erover dat hij terugkwam op die haren van mij. En opeens liep ik weg en hij snapte er helemaal geen bal van. Hij dacht, wat is er nou aan de hand? Maar er was een gevoelige snaar geraakt op dat moment. En zo maken we allemaal dingen mee in ons leven, in ons gezin. Als ouder zul je misschien best wel eens tegen je kind zeggen van, heb je nou weer wat laten vallen, wat onhandig van je? Of heb je wel goed genoeg geleerd? Nou, je hebt een onvoldoende. Heb je wel goed genoeg geleerd? En zo leggen we allemaal dingen neer bij onze kinderen. Dat doen we als ouders, dat doen we later ook. Hè. Ik heb zelf ook nog een voorbeeld. Waardoor je wonden oploopt. Ik weet zelf, hier in de kerk ben ik een lange tijd teamleider geweest van de Parel. Ik werkte in die tijd ook nog in het ziekenhuis, dus ik was ook regelmatig op zondag gewoon aan het werk. Maar dus eigenlijk altijd als ik in de kerk was, dan was ik of bezig met de Parel, dingetjes aan het regelen, genoeg mensen om te spreken. Ik was daar gewoon altijd mee bezig. En toen op een gegeven moment legde ik die taak neer. En toen was dat best wel even anders. Want ik hoefde niet meer op mensen toe te stappen. Ik hoefde niet meer het gesprek aan te gaan. En toen stond ik hier ineens met de koffie. En dacht ik, er komt eigenlijk ook niemand per se op mij af. En ben ik dan meer waard omdat ik die taak had? En ben ik dan dus nu niks meer waard? Is het dan zo dat dat zo aan elkaar verbonden zit? En allerlei gedachten gingen door mij heen. En ik wil de kerk daar helemaal eigenlijk niet op aanspreken, want ik denk eigenlijk dat het vooral aan mij lag. Het zal vooral iets geweest zijn waarvan ik liet die gedachten toe. Maar ik denk wel dat het goed is om je er dus bewust van te zijn van, als ik die gedachten toelaat, is dat dan ook de waarheid? Is dat dan ook de waarheid?
een slokje water. Je mag de volgende sheet erop zetten. Ja, en voordat je het weet, ben je dus niet meer die schattige baby zonder zorgen, zonder pijn, zonder moeite. Maar zijn dit allerlei dingen die je bent gaan geloven over jezelf? Mijn ouders horen mij niet. Waarom bezoekt niemand mij? Je bent niks waard. En je kan dan helemaal raken in bijvoorbeeld een depressie. Of je kunt soms reageren op dingen dat je denkt, waarom reageer ik nou zo boos? Waar komt dat nou vandaan? Of je kunt je terugtrekken en denken, ik zit hier wel prima in mijn eentje. Laat mij het maar met mezelf uitzoeken. Geen fijne gevoelens. En we gaan dus ook snel door naar de volgende. Want dit is niet wat Jezus voor jou wil. Hij houdt van je. Hij heeft jou zo ontzettend lief. Amen. En hij wil jou in je kracht zien. Jeremia 29 vers 11 zegt, mijn plan met jullie staat vast, zo spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. En in Psalm 23 staat, de Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Of Johannes 3 vers 16, want God had de wereld zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft en voor ons aan het kruis gegaan is. En in Romeinen 8 vers 37 tot 39, maar in alle moeilijkheden zijn wij meer dan overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen, nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of de diepte, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus onze Heer. God wil jou laten leven in overwinning. Maar daarvoor zijn wel wat keuzes die jij moet maken. En je mag naar het volgende plaatje. Een bus. Een hele mooie schoolbus. En ik wil eigenlijk een vergelijking maken dat God is de busmaatschappij. Hij geeft jou een supermooie bus. Hij geeft jou ook de bestemming. Hij weet waar je terecht moet komen. Hij geeft jou benzine en alle benodigdheden die jij hebt om een reis te gaan maken. En jij zit achter het stuur. Als bestuurder ben je wel degene die stuurt. Dus jij bepaalt uiteindelijk waar je heen gaat. En als er bijvoorbeeld een boom voor je is neergevallen, dan mag je echt bij de busmaatschappij aankloppen. Hè? Zo van, ja, wat moet ik nu? Dat mag. Hij kan je advies geven. Maar uiteindelijk ben je wel degene die er zelf omheen moet gaan rijden. En die deur natuurlijk, hè? Wie laat je binnen? Wie mag er met jou mee in die bus? Ga jij iedereen binnenlaten? Of als je al ziet dat iemand buiten al aan het stoeien is met iemand anders, laat je hem dan binnen. Dat is aan jou. En als we dit dan even in ons achterhoofd houden en dan weer even teruggaan naar alle wonden die je misschien hebt opgelopen in je leven, dan is het goed om je daar wel bewust van te zijn. Wat zijn nou dingen? Wat zijn nou dingen waardoor ik reageer zoals ik reageer? Je kunt bijvoorbeeld Um,
ook heel anders reageren op een bepaalde situatie dan jouw broer of zus. En dat heeft ook te maken met de talen van liefde. Ik weet niet of jullie het boek kennen. Het is een heel bekend boek van Gary Chapman heeft het geschreven. En die heeft 5 talen van liefde benoemd. En dat zijn... ik heb ze op de sheet, geloof ik ook, hè? Ja, dus die mag je erop zetten. Bemoedigende woorden. Oh nee, sorry, ik heb ze hier anders. Ik zal hem hier aanhouden. Samen zijn, dus quality time. Lichamelijk contact, aanraking en intimiteit. Dienstbaarheid, cadeaus geven en positieve woorden, bemoedigingen. En het kan dus zijn dat als jij de liefdestaal hebt... aanraking, intimiteit, lichamelijk contact... maar je kreeg nooit een knuffel van jouw ouders... dan kan dat jou geraakt hebben. Maar jouw broer, die bijvoorbeeld positieve woorden of cadeaus krijgen als taal heeft... en jouw ouders waren wel goed in cadeautjes geven... dan heeft hij daar misschien totaal geen last van. Dus dat is iets waarbij je je best wel bewust kan zijn van... oh ja, zo zit dat. En zo kan het dus zijn dat ik misschien anders ben dan mijn broers en zussen... en daar meer of minder last van heb. Wat ook goed is om bij stil te staan, is dat wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. En het is best een heel lastig onderwerp. Ik ga daar ook verder niet heel erg in uitweiden. Maar wat we moeten beseffen is dat lichaam, geest en ziel met elkaar samenwerken. En dus kan het best zijn... Ik ga er even vanuit dat we allemaal Jezus hebben aangenomen. Dus onze geest is in principe... rust en vrede. Dat is ons fundament. Maar het kan best zijn dat jouw ziel dat helemaal niet altijd zo voelt. Dat het best wel eens kan zijn dat je denkt van... poeh, bijvoorbeeld deze week had ik dat best wel. In de voorbereiding naar deze preek toe... had ik best af en toe dat ik even de rust en vrede kwijt was. Dat ik best even dacht van... oh jongens, hoe moet ik dat? Waarom heb ik ja hierop gezegd? Overigens was het mijn eigen plan hoor. Ik had zelf aan het begin van het jaar gezegd, ik ga hier een keer staan. Ik ga een keer spreken. Maar afgelopen week was niet zoveel rust in mij. En dat werkt dan ook samen met mijn lichaam. Ik had echt wel dat ik dacht, oh jongens, mijn hoofd, mijn nek, mijn schouders, alles zat vast. En gelukkig kan ik dan terug naar Jezus. Gelukkig kan ik dan alles weer in de handen van Jezus leggen. En dan kwam de rust weer en dan was het weer goed. En dan ging ik weer door. Want ik heb wel wat te brengen naar mijn idee. Je ziet het ook vaak bij kinderen. Hè? Die zijn daar nog natuurlijk veel jonger in. Veel puurder. Als die iets spannend vinden, dan geven ze vaak aan dat ze buikpijn hebben. Dus dat is, dat is echt een duidelijk signaal van... oh ja, dat zit echt even... dat voel je ergens... Het is spannend, ik moet iets gaan doen en dat voel je in je lijf. En ik ben ervan overtuigd dat ook veel kwaaltjes die wij met z'n allen hebben, daar dus verband mee hebben. Dus als jouw ziel aangeraakt wordt, dat ook jouw lichaam aangeraakt kan worden. En als je dan dus weet waar je pijn zit, dan is het ook goed te bedenken, zijn er mensen die ik hiervoor vergeving moet vragen? En dat is best een lastig onderwerp. En daar kun je ook een hele preek over houden. Maar het is wel een belangrijk onderdeel. Want als jij namelijk met die pijn blijft zitten... Dan kan het best zo zijn dat je behoorlijk verbitterd raakt. Als je diegene niet kan vergeven die jouw dingen heeft aangedaan, dan gaat dat zich wortelen in jou en daar word je geen blijer mens van. Dus vergeving geeft jou vrijheid.
En dan staat er in Matteüs 18, vers 21, dat verhaal waarin Petrus aan Jezus vraagt, hoe vaak moet ik dan vergeven? En dan denkt Petrus waarschijnlijk zo van, nou, weet je, ik zeg 7, het getal van de volheid, als ik dan 7 keer zeg, dan zal dat wel goed zijn. Maar goed, dan zegt Jezus, nee, niet 7 maal, maar 7 maal 70 maal. Dus nog een veel voller getal. En ik denk dat Jezus daarmee bedoelt dat je dus altijd vergeving moet vragen. In Colossenzen 3, vers 13, daar staat, wees verdraagzaam en vergeef elkaar. En niet vergeven belemmert dus jouw groei en jouw gezondheid. Zolang jij anderen niet vergeeft, plaats je als het ware een blokkade in de stroom van Gods genade. Nelson Mandela zei, toen ik de deur uitliep die naar mijn vrijheid leidde, wist ik dat als ik de bitterheid en haat die ik had niet daarachter zou laten, ik voor altijd in de gevangenis zou zitten. Deze man die heeft 27 jaar, ja, geloof ik wel, vastgezeten. En die werd daar echt niet goed behandeld. Die heeft echt veel over zich heen gehad. Maar zelfs hij wist, als ik dit niet achter mij laat, dan blijft dit mij volgen. En zelfs zo erg, dan blijf ik dus in die gevangenis zitten. En nu snap ik echt dat vergeving niet altijd makkelijk is. Maar ik denk wel dat de Heilige Geest je daarin wil leiden en wil helpen. Een week of 3 geleden heeft Tabitha een heel mooi tool laten zien voor evangelisatie. En daar stonden allemaal stellingen op met leugens. Maar achter die leugens zaten ook kaartjes met de waarheid. Toen je dat zat te mooi te presenteren hier, toen dacht ik, oh, daar wil ik over spreken. Was heel mooi, was fijn dat je dat zo al even bracht. Doordat je bepaalde dingen hebt meegemaakt, ben je misschien gaan geloven in bepaalde leugens. En zoals ik net al zei, Jezus wil de waarheid aan jou laten zien. Maar soms zetten er zulke patronen in je denken, dat dat best heel lastig is. En ik was een boek aan het lezen. Ik heb het van mijn zus gekregen. Gebruik je hersenen. En in dat boek, het wordt geschreven door Dr. Caroline Leaf. Zij is neurowetenschapper. En zij heeft plaatjes in haar boek staan waarbij je de hersenen ziet van iemand die negatieve gedachten heeft. En je ziet daar echt zo'n donkere plek. En je ziet daarnaast hersenen staan met mensen die positief denken. En daar is hier een hele witte plek. Dus zelfs als je daar scans van maakt, is het dus te zien in je hersenen wat positief of negatief denken voor je doet. Nu is het gelukkig zo dat jouw hersenen heel flexibel zijn. En dus als jij altijd in die gedachten bent geweest van ik ben niet goed genoeg, of altijd maar aan het zeuren, klagen, dan is het ook zo dat je dat om kan draaien. Je kan dus je hersenen trainen om positieve dingen te gaan denken. Dus als je altijd denkt van, oh jongens, wat voor weer is het nu weer? De zon schijnt niet, het regent, super vervelend. Dan kun je dus op dat moment, oh, wacht, dit is geen goede gedachte. Ik ga denken, de zon schijnt misschien niet, maar ik ga er een mooie dag van maken. Dat is een hele andere manier van denken. En zo kun je dat jezelf aanleren. En als je uiteindelijk dat maar vaak genoeg doet en je daar bewust van bent, dan gaan dus die dingetjes in jouw hersenen worden witte vlekken in plaats van zwarte vlekken. Dus daar kun je best wel iets in doen.
En in Romeinen 12, vers 2, daar staat, jullie moeten niet meer, ik lees hem vooruit de basisbijbel, jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wie God is en alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Denk jij al op Gods manier? Denk jij al, als je in de spiegel kijkt, jij bent geliefd. Je bent mooi gemaakt. Want dat is hoe God over jou denkt. En ik hoorde laatst een keer, dat is een hele mooie uitspraak. Geloven betekent niet alleen geloven dat God bestaat, maar geloven betekent ook geloven wat God over jou denkt. Wat God over jou gelooft. In Filippenzen 4, vers 4 tot 8 staat, wees blij in de Heer. Ik zeg u, wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Dus als je vaak onrust in je denken ervaart, prijs Hem. Ga naar God toe en geef Hem alle eer. Even kijken. Ik wil eigenlijk Mendel naar voren roepen. Want eigenlijk wil ik dit ook een stukje in praktijk gaan brengen. En ik zou jullie zo willen vragen om je ogen te sluiten. En dan zal ik een gebed bidden. En misschien zeg ik jullie op een gegeven ogenblik wel om mij na te bidden. Ik moet nog even kijken hoe het loopt. Zullen we onze ogen sluiten? Lieve Vader, dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. En dat u alleen maar mooie gedachten over ons heeft. En op dit moment wil ik je eigenlijk vragen om te kijken in je eigen leven. En Heilige Geest, ik bid dat u duidelijk maakt waar elke persoon op dit moment wat mee mag doen. Misschien ben jij wel de persoon die zich altijd afgewezen voelt. Niet gehoord. Niet gezien. Weet dan dat God jou ziet. Weet dan dat God jouw leven in zijn hand heeft. Als je dan iets in gedachten hebt wat waarvoor je vergeving misschien moet vragen,
dan mag je dit gebed met mij meebidden. Lieve Vader, ik wil die persoon, dan mag je zelf de naam invullen, vergeven voor wat hij mij heeft aangedaan. Ik wil niet meer denken aan wat er fout is gegaan, maar ik wil leven met u in vrijheid. Want dat is wat u wil. Dat we leven in vrijheid. Vader, als wij in bepaalde leugens zijn gaan geloven, dan willen we dat omdraaien naar de waarheid, naar uw waarheid. En misschien heb je wel een leugen in gedachten. Bedenk dat daar dan ook de waarheid tegenover staat. En Heilige Geest, wilt u komen met uw waarheid? Wilt u de waarheid in deze mensen leggen, Heer? Wat uw waarheid is. Ik heb achteraan in de zaal het kruis neergezet. En als je nou het gevoel hebt van, ik wil eigenlijk wel een soort daad doen en gewoon iets bij Jezus neerleggen. Dan mag je naar achteren lopen zo. En het daar loslaten. Soms kan dat helpen om een soort daad te verrichten. Want Hij wil je vrijmaken. Hij is niet alleen gestorven voor ziekte en zonde. Maar ook voor Om al die negatieve gedachten, al die leugens om te zetten in waarheid. En ik wil eigenlijk de band naar voren roepen. Misschien kunnen we nog een mooi lied zingen. Als je dus naar dat kruis wil lopen, dan mag dat. Je mag ook hier neerknielen. Je mag eigenlijk gewoon doen wat je wil. Want zoals Lotte net al gezegd heeft, voel je als een kind. Doe wat jij nodig hebt. Wat God tegen je zegt. We gaan God aanbidden. We gaan Hem alle eer geven. En zoek Hem in die rust.
dat ik je deze ochtend iets heb mee kunnen geven. Waar je mee aan de slag kan. En als er nou dingen zijn waar je mee blijft zitten, waar je vragen over hebt, kom dan alsjeblieft naar me toe of naar Esther van het Bevrijdingspastoraat. Er zullen ook wat mensen nog van het gebedsteam hier vooraan staan. Doe er wat mee, zou ik zeggen, want God wil jou in vrijheid hebben. Hij wil jou laten leven in vrijheid. Amen. Dankjewel Leonieke voor deze geweldige boodschap. En voor al je effort en energie die jij er hebt ingestoken om dat te delen met ons. En dankjewel daarvoor. En ik hoop dat jullie de boodschap meenemen. En het is geweldig dat Leonieke hier voor de eerste keer haar doel om dit jaar een boodschap te brengen. En dat gedaan heeft. En dat is fantastisch. En daar mogen wij van genieten. En dat heeft ze supergoed gedaan. En het belangrijkste is dat wij die boodschap onthouden. En dus kijk niet naar de persoon. Kijk niet naar Leonieke dat zij dat heeft gebracht. Maar denk aan de woorden die ze gesproken heeft. En de inhoud die het heeft. En dat we daarmee wat mogen doen. Want dan kan jouw leven veranderen. Want dat is het doel. Daarom heeft Leonieke deze boodschappen gebracht. En ja, God wil dat wij in vrijheid en in vrede leven. Daarom is Jezus als een baby hier gekomen op aarde. Zodat wij vrij mogen zijn. En dat mogen wij pakken. En dat is belangrijk dat wij dat pakken. En dat als er iets in ons leven is wat niet vrij is, waar wij nog gebondenheid voelen of waar we voelen dat dingen in de weg zitten, dan mogen we dat bij God brengen. Ik wil je ook uitdagen om, als je straks, daar staat een prachtig kruis, als je nog iets hebt, loop er gewoon heen en breng het daar. En zeg van: Heer, ik breng dit bij uw voeten. Dit hoort niet bij mij. U heeft voor mij de prijs betaald. Nou, laat ik zo afsluiten met gebed en dan kunnen we nog heerlijk een kopje koffie en thee drinken. En als je nog gebed wil, kom dan naar voren. Dan kunnen we voor je bidden. Ja? Lieve hemelse Vader, ik wil u zo danken dat u zo'n ontzettend goede God bent. Dank u, Jezus, voor wie u bent, Heer. En dat u in deze wereld gekomen bent om al onze pijn en ziekte en tekort en verdriet op u te nemen, zodat wij in volheid mogen leven. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat wij vanuit hier weer uit mogen gaan deze wereld in. Heer, en misschien komen wij deze week wel iemand tegen op ons werk of op school. Of op straat, Heer. Heer, en mogen wij deze boodschap doorgeven. Heer, want het is uw verlangen dat deze wereld u leert kennen en vrij is van elke gebondenheid, Heer. En daarom mochten wij ook deze boodschap horen voor onszelf, Heer, maar ook weer om uit te delen aan andere mensen om ons heen. Heer, wij mogen het licht en het zout zijn. Heer, ik bid zo, Heer, dat wij, onze gemeente, iedereen die dit gehoord heeft, het mee mag nemen. Voor onszelf, Heer, maar ook om uit te delen aan andere mensen. Ja, lieve hemelse Vader, zo wil ik u danken dat u altijd bij ons bent. Heer, en zo wil ik deze gemeente ook zegenen. En ik wil jullie zegenen met de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. En met de eenheid met de Heilige Geest, dat die met jullie allemaal mag zijn deze week. Waar we ook gaan en waar we ook zijn, u bent bij ons, Heilige Geest. Dank u wel daarvoor. Zo wil ik jullie zegenen in Jezus' naam. Amen. Heb een geweldige week.